Het graven van diepere kanalen zal het wateroverlastprobleem in Suriname niet verhelpen. Volgens minister Riyad Noor Mohamed van Openbare Werken is de grondwaterstand in Suriname namelijk te hoog. De bewindsman geeft als voorbeeld dat wie met een schop op een erf graaft al bij een diepte van 1 meter op water stuit. Wat wel een oplossing kan brengen is het graven van wijdere kanalen. Het is daarom belangrijk dat iedereen het klimaat en de hydrologie van Suriname gaat begrijpen, zegt Noor Mohamed. En het is nog belangrijker, vooral hoe wij nu in het parlement, de sessies zijn al een aantal keren geweest, dat als regering kunnen we dat niet alleen. Dus u bent ook lid van, u bent parlementariër, volksvertegenwoordiger, dus we gaan ook een beroep op u doen via de regering om met deze informatie dat ook uit te leggen aan. U loopt ook op straat, u hebt een achterban, u bent op het veld, om dat uit te leggen. En niet steeds verwijten maken, dit niet goed, dat niet goed, bla bla bla. Of het loopt onder water niet. We moeten mensen nu een andere type informatie geven. Want onder water lopen gaan we hebben. Maar hoe gaan we inspelen? En die verantwoordelijkheid gaan we vragen dat u ook een bijdrage levert. We moeten niet bang zijn meer voor overstroming. Andere landen hebben het nog erger. Misschien komt dat moment ook nog. Toch, we hebben gezien laatst in Brazilië, flash floods. Toch? Europa ook. Andere landen ook. Dus we moeten nu richten op een ander thema. Een andere roadmap van wateroverlast. De minister gaf ook een weergave van de gebieden die veelal kampen met wateroverlast. En hoe de personen in deze gebieden zijn voorzien van onder andere voedselpakketten. U weet, het zuiden is vooral zwaar getroffen. In de kuststrook kunnen we ons nog behelpen, omdat misschien alles nog wel toegankelijk is. Een supermarkt, een markt. Maar in het binnenland, het zuiden, heb je dat niet. En daarom ziet u dat de bijdrage aan voedselpakketten tot 22 juni in districten als Brokopondo, ongeveer 2000, Sipaliwini, zeg maar 3000, Saramakapara, een paar honderdtal is. En aan de rechterkant ziet u een voorbeeld van de distributie van water per district. En dan ziet u ook dat de districten in het zuiden enorm veel bijdrages krijgen en moeten krijgen. Minister Noor Mohamed meldt dat personen die in ondergelopen gebieden verkeren niet alleen zijn voorzien van voedselpakketten, maar ook van drinkwater, matrassen, veldbedden, waterlaarzen, muggennetten en andere producten om hen gezond en veilig te houden in deze crisis.